In zalf en een lotion tegen eczeem zit vaak teer. Teer heeft namelijk een gunstig effect. Maar hoe dat tot stand komt was nog steeds onbekend. Onderzoekers van het UMC Sint Radboud in Nijmegen hebben ontdekt dat teer de aanmaak van de horenlaag van de huid stimuleert. Dit maakt de huid dan weer minder kwetsbaar en remt een ontstekingsproces. En zo wellicht goed nieuws voor patiënten met eczeem. We vragen aan de onderzoekster van het UMC Sint Radboud, Ellen van den Boogaard, wat er nou exact ontdekt is. Nou ja, wij hebben ontdekt dat het werkingsmechanisme van koolteertherapie voor atopisch eczeem, dat dat verloopt via een bepaald receptormechanisme in de huidcel. En dit receptormechanisme, dat was nog niet eerder bekend. En wat we hebben aangetoond op de afdeling dermatologie van het Radboud, is dat in 2010 dat we hebben aangetoond dat koolteertherapie niet kankerverwekkend is. Dus dat er geen extra risico is op het ontwikkelen van welke kanker dan ook. En wat we nu hebben aangetoond is hoe koolteer precies werkt. En daarmee hopen we dat we de koolteertherapie weer kunnen rehabiliteren in de dermatologische praktijk. Oké, en hoe is men daar nou achter gekomen? Wij hebben dat onderzocht door de huidcellen van ofwel gezonde vrijwilligers of van eczeempatiënten, door deze te kweken in het laboratorium. We hebben bewust gekozen voor niet gebruik te maken van proefdieren. En daarvoor hebben we dus geen grote patiëntenstudies nodig gehad, geen proefdierstudies, maar dat hebben we dus allemaal gedaan met deze, we noemen dat 3D-huidmodellen. Wat betekent dit nou voor patiënten met eczeem? Nou, voor patiënten met eczeem betekent het dat ze nu de koolteerbehandeling die zij voorgeschreven krijgen, dat ze daar geen vragen meer bij hoeven te hebben van, nou ja, maar hoe werkt het nu eigenlijk? En is het wel veilige therapie? Goed nieuws dus, maar de cosmetische bezwaren van teerzalf die blijven wel bestaan. De geur en de kleur zijn niet zo aantrekkelijk, waardoor patiënten en artsen mogelijk toch nog voor andere therapieën kiezen. En daarom gaan de wetenschappers nu de werkzame stoffen in koolteer identificeren. Hebben ze die te pakken, dan biedt dat uitzicht op meer specifieke, veilige en cosmetisch acceptabele behandelingen voor chronische huidaandoeningen zoals eczeem.